van een meisje. Ja. En ik was er zelf wel gesmeerd van en zij vond dat ze geen aanleiding krijgt. Maar goed, dat heeft ze normaal ook niet. Maar je krijgt hier wel een aanleiding. Je krijgt het echt wel. He? Want als je nou hebt, hij kan dit doen, hij kan dat doen. Maar het is niet zo dat het gelijk helemaal in de boog gaat. Nou ja. Je houdt toch druk op die hand. Dat is het voordeel, dat je dus op een gegeven moment, normaal krijg je van die schokken krijg je erin. Ja. He, je bent aan het spelen en je laat hem iets los en je pakt hem iets bij. Ja, maar dat is ook een stukje waar je mee kan spelen. Ja. Want dat is maar 20 centimeter. Dat stukje dat gaat toch een beetje functioneren. Er blijft altijd een lichte aansluiting om zitten. Ja. Ja? Ja, je bent die schokken ben je kwijt. En ik denk dat dat bij haar heel erg helpt. Ik zeg niet dat dat bij elke paard zo is. Maar voor heel veel ruiters die gigantisch sterk zijn in de hand, is dit wel een oplossing. Ja. Want ze leren wel een beetje soepel het gevoel krijgen. Ja, je geeft iets meer na. Ja. Ja. Goed, ik zou wel als ik jou was sowieso gaan beginnen met de Matticalon nu. Ja. Ga dan wel met de borstdakroef en doe me wel een flap ertussen. Ja. Of laat die ergens maken. Ja, maar wel dat die...